zien. Ja, op de Agritechnica Hannover, dat is toch een beurs waar wij als adviseur ook altijd naar uitzien. Ja, het is natuurlijk, zoals ik begrepen heb, 's werelds grootste landbouwbeurs. Het schijnt volgens de kenners 39 hectare groot te zijn. Het is natuurlijk enorm groot. Dan praat je over 4 à 5 keer zo groot als de landbouwraai. Het mooie van deze beurs is dat het ook heel erg themagericht is. Dus wil je echt iets weten over spuittechniek, dan ga je ook in de hallen waar vooral de spuittechniek te vinden is. Wil je iets over banden weten, dan kun je gewoon themagericht op pad. En dat maakt het, heel interessant. Het leuke van deze beurs is ook dat die door iedereen zo'n beetje erkend wordt. Je ziet hier best wel heel veel Nederlandse bedrijven die aanwezig zijn. Die ook hun nieuwigheden hier tonen, die ook de ervaringen van anderen bekijken. Van ja, wat wordt er nou in het buitenland gevraagd, waar kunnen we dat mee? Het lijkt wel of dit echt de coördinatiepunt is, of in ieder geval het punt waar de techniek bij elkaar vloeit. Heel veel mensen, enorm veel mensen die deze beurs bezoeken. Hey, het is hartstikke druk vandaag. Hey, we hadden maandag en gisteren en eergisteren de dealerdagen. Maar alles staat hier, alles is hier te zien. En je merkt van veel mensen, is het niet te groot. Tuurlijk, machines zijn er groot. Maar zo leert de ervaring, wat hier te zien is, wordt 5 jaar later in Nederland sowieso ook gewoon verkocht. Hey, grote tractoren. Ja, ook in Nederland zijn er ook allerlei grote machines die steeds meer in opmars zijn. Want daar, door de weersverandering, zie je ook dat slagvaardigheid, capaciteitsvergroting, dat het erg belangrijk is. Dus in slechtere jaren, met slechtere omstandigheden, dan moet je toch ook van je techniek hebben. En dat maakt het hier heel interessant om hier te zijn. Dus elke akkerbouwer in Nederland zou hier eigenlijk gewoon de moeite moeten nemen om eens naartoe te komen. Ja, voor het verste stukje Nederland, 600 kilometer, even op het gaspedaal duwen en je bent er zo. Precies.